'S werelds enige sigarenbandhuisje is te vinden in Volendam. Het sigarenbandhuisje is bedacht en opgezet door de voormalig broeder Nico Molenaar, die in 1947 het klooster verliet en terugkeerde naar zijn geboortedorp Volendam. Samen met Grietje Tuip, die ook het klooster had verlaten, kocht hij een woning op het Dril. Om de kosten te verdienen maakte hij op het zoldertje van deze woning een klein museumpje met mozaïeken van sigarenbandjes. Het waren afbeeldingen van bekende bezienswaardigheden uit binnen- en buitenland. Tegelijkertijd bedacht hij ook een plan voor het verzamelen van deze sigarenbandjes. In die dagen werd er in Volendam door mannen flink sigaar gerookt. Uiteindelijk leverde iedere Volendammer wel een bijdrage voor de verzameling van al deze bandjes. Kinderen ontvingen van Nico Molenaar een beloning van 5 cent voor een sigarendoos met bandjes. Maar als het klepje niet meer dicht kon, ontvingen ze een dubbeltje. En zo werd er in die tijd een leuk zakcentje bijverdiend. Geweldig! Koop sigaren, rook is rook, andere heren doen het ook, want dan kunt u bandjes voor besparen. Ze moeten zeggen als jij weer gaat. Kijk eens aan, onder je rug. Zal je zien wat jou te wachten staat. Moeder, ik geloof dat ook niet weer. Vraag op straat niet weer aan hun manier. Nog eentje. Nou, dankjewel hoor. Volgende keer weer 2 blikjes. Toch wel, hè? In 1968 werd het sigarenbandhuisje overgenomen door Jan Sombroek en zijn vrouw Jannetje. De familie Sombroek plakte er nog eens 4 miljoen sigarenbandjes bij, waardoor het totaal nu bestaat uit 11 miljoen sigarenbandjes. In 1994 is aan het bestaande museum een aparte vleugel bijgebouwd. En is het voormalige zoldertje hierin geheel verplaatst. Daardoor kan nu iedereen genieten van dit bijzonder fraaie kunstwerk. Nico Molenaar werd geïnspireerd door allerlei verschillende soorten nieuwsitems en verhalen. Uit de bandjes van 265 verschillende sigarenmerken werden mozaïeken gemaakt. Ook van de St. Peter Basiliek in Rome is een prachtige mozaïek gemaakt. Andere heren doen het ook, want dan kunt u bandjes voor besparen. Moeder zegt als jij weer gaat, bandjes bedelen op de straat, zal je zien wat jou te wachten staat. Moeder, ik beloof u dat ook niet weer. Vraag op straat niet weer aan hun manier. En wie de Volendamse meesterplakker dan ook vol goede bedoelingen een sigaar presenteert, loopt een hele goede kans dat hij binnen 10 tellen 2 sigaren kwijt is. Ik heb het heel erbij gekregen. Daar zitten ook nog eens duizenden sigarenbandjes in. Dat bijwerken, dat mag natuurlijk rustig in het publiek erbij. En die heeft er nog eens 4 miljoen bij geplakt. Waar was het eerste sigarenbandjeshuisje? Dat was hierboven. En toen hebben wij het overgenomen, in 68, 69. Toen zijn wij hierboven. Daar was Nico Molenaar niet meer bij? Nee, die was al lang overleden.